Hey daar, welkom terug bij een nieuwe video. Dit wordt een beetje een speciale video. Want Wilbert viert zijn 1-jarig bestaan op YouTube. Ik maakte al heel wat tekeningen voor Wilbert en zijn vriendjes. En vandaag gaan we naar een deel van ze kijken. De eerste tekening die we hier tegenkomen is eentje van Wilbert zelf. Wilbert is hier aan het rijden in een smalspoorlocomotief. De volgende twee tekeningen zijn van Wilbert zijn vrienden, Alfred en Nico. Op de eerste tekening zien we hoe Nico heel onhandig op zijn vingers slaat. Volgens mij was Nico weer net iets te enthousiast aan het werk en lette hij niet goed op met wat hij aan het doen was. In de volgende tekening zien we hoe Alfred emmers kolen aan het vullen is. Deze kolen zijn nodig voor de stoomlocomotief. En zo te zien is Alfred best uitgeput. Hij heeft dan ook heel wat emmers gevuld. In deze tekening zien we Bertie, de buschauffeur. Hij is aan het rijden met een van de nostalbussen. Dit zijn prachtige oude bussen en Bertie is daar maar al te trots op. En de volgende tekening is van niemand minder dan Moustache. Deze tekening maakte ik natuurlijk rond de paasperiode. Hier zien we Moustache samen met de paashaas. In deze tekeningen zien we Wilbert en een nieuw gezicht. Hier zien we Wilbert goed gecamoufleerd en verstopt in een struik. Maar ik denk niet dat hij veel kan zien met die grote helm op zijn hoofd. En op de achtergrond zien we een nieuw gezicht. Dit nieuwe gezicht is Oliver. Oliver is een goede vriend van Wilbert. Hij werkt niet bij de stoomtrein en ook niet bij de nostalbus. Oliver is iemand die veel van de geschiedenis afweet. Hier op de rechterkant zien we Wilbert. Wilbert is druk aan het studeren. Deze tekening maakte ik dan ook vlak voor de examenperiode. Deze tekende ik speciaal voor de studenten, om ze veel succes te wensen tijdens de examens. Het heeft heel wat geregend in het begin van de zomervakantie. Dat vond Wilbert niet zo leuk. Wilbert houdt niet zo van de regen. Geef hem maar het mooie zonnige weer. Hier zien we Wilbert en Moustache, klaar voor verfrissing met het warme weer tijdens de zomervakantie. En hier zien we nog een nieuw gezicht. Dit is Nelle. Nelle is de trotse uitbaatster van de statie. Zij weet het hoofd koel te houden tijdens drukke dagen. En dit was best nodig tijdens de zomervakantie. Nelle zal dan ook het allerlaatste hoofdpersonage worden van deze serie. Maar dit betekent niet dat het tekenen voorbij is. Helemaal niet zelfs. In het komende jaar leren we deze karakters beter kennen. We komen te weten wat hun hobby's en interesses zijn. Van sommigen weet je het al, maar van sommigen nog niet. We krijgen vooral te zien wat voor maffe avonturen deze vrienden allemaal beleven. Geloof me, dat zijn er heel wat. En wil je mij, Wilbert en zijn vriendjes helpen? Dat kan! Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dit is volledig gratis en hiermee help je mij enorm. Vind je de video leuk? Dan kan je een duimpje omhoog geven en wil je niets missen van de nieuwste video's? Vergeet dan zeker niet om op het belletje te duwen. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe video online komt te staan. Bedankt om te kijken en tot de volgende video.